Goedemorgen allemaal, het is maandag en tijd voor een nieuwe weekvlog. En vorige keer begon ik op zondag en eindigde ik op zondag, dat klopt niet helemaal. Dus vandaag doen we het zoals handiger is, begin op maandag en we eindigen op zondag. Ik zit te ontbijten, Niels heeft al een poeproek gehad tot onze oksels, dus er zit al een wasje in. En dat is Niels. En ik ontbijt eindelijk weer normaal met... lactosevrij yoghurt met druiven, misschien is er ook wel kiwi in, ik weet niet, zij maakt altijd een bijtje. En muesli en een kopje thee. En dan ga ik hem nu opmaken. Ik heb net Niels eten gegeven. En dan kan de dag beginnen. Ik heb, ben vanavond tot laat weg, want ik heb een etentje van mijn werk. En of ik ga direct naar de sportschool, of ik ga niet naar de sportschool, of ik kom eerst nog thuis. Dat weet ik allemaal nog niet. Dus we gaan kijken hoe ver we komen met vloggen vandaag. Maar eerst eventjes ontbijten, opmaken en dan Niels naar het kinderdagverblijf. En dan ga ik naar mijn werk. Ja, zo is het, hè. Niels is er klaar voor, hij heeft zijn happy socks aan. Ja, yeah. Happy socks. Ja. Ik dacht, ik laat nog even mijn outfit of the day zien. Dit blouseje is van Stradivarius. Moet even nadenken. De broek ook. En de schoenen zijn van Forever 21. Moet ik ze wel laten zien. Daar is Mittens. Hey Mittens. En verder heb ik een horloge om. Dat is van Kluze. En het armbandje wat nu even gedraaid zit. Dat is van My Jewelry. En dat is mijn outfit van vandaag. Ja, wat is het? Ja. Zo, dat was een hele lange dag. Ik kom net uit de sportschool. En ik ga nu nog eventjes wat eten pakken. Ik heb geleerd dat dat handig is. Ik doe gewoon een klein beetje yoghurt. Soms doe ik er nog wat in, maar een rare iets op mijn scherm. Goed, het is een beetje donker hier hoor. En ik heb volgens mij wel een klein beetje beelden van het etentje van vanavond. Dat is natuurlijk van mijn werk, dus ik kan er verder niet heel veel van laten zien. Maar dan heb je in ieder geval een beeld van de gerechtjes. Was heel lekker, was heel gezellig. Schaaltje erbij. En ik eet trouwens altijd dit. Dit is lactosevrij yoghurt, want zoals je misschien weet ben ik lactose-intolerant. En ik heb echt een enorm grote liefde voor kaas en yoghurt. En, ja, ik kan me geen leven voorstellen zonder. Dus ja, ik neem lactosevrij producten. Zo, dus dat ga ik even eten. Ik ga hem even afspoelen. En dan een theetje. Ook wel lekker. Wat drinken. Toevallig heb ik nu twee keer een avondje eten van mijn werk. Dat is niet iets wat heel vaak gebeurt. Maar niet verkeerd. Sven is al op bed een boek aan het lezen. Zo, thee erbij. Hop, thee. En ja, het is nu 22:37. Dus het is ook wel een beetje tijd. Maar ik ben oprecht net thuis. Ik ben van mijn werk meteen doorgegaan. Oh, het is wel heel donker, hè? Mijn werk meteen doorgegaan en nu douchen en naar bed. Ik lig op bed, wel te rusten. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik zit me even op te maken en ondertussen te ontbijten. Ik kom Niels aan. En op dinsdag heb ik altijd wat meer tijd omdat ik hem niet weg hoef te brengen. Dus dan doe ik ook vaak meer met mijn make-up. Ik doe nu herfst. Kleuren. Dit is het Soufa Kermel, nee niet Kermel Melange, dat heb ik gevraagd voor Sinterklaas. Het Coca Blend palet. Oeh, wat heb je koude handjes, Niels. Brrr. Verder ga ik vandaag gewoon naar mijn werk. En mijn vader komt dus oppassen. En verder niet zoveel spannend eigenlijk. Nee, hallo moppie. Wat is dat nou, hè? Oep, dat nou. Verder niet zoveel spannend, dus ik zie jullie denk ik na mijn werk weer. Misschien laat ik nog even outfit zien, zo, als ik het niet vergeet. Oeh, wat heb je koude handen, Niels. Wat heb jij koude handjes. En dit is mijn outfit of the day. Je ziet misschien een thema. Dit is meestal wat ik aan heb naar mijn werk. Is gewoon een blouseje. En, of tenminste een soort blouseachtig ding. En een spijkerbroek en schoenen. De
blouse. Deze is van Primark. En die zag je laatst al in een shoplog. En dan de spijkerbroek is van Stradivarius. Dat zijn meeste van mijn broeken, Stradivarius of Bershka. En de schoenen zijn van... waar is er weer van? Hop, zie je dat echt? Bershka. Dus. En verder weer hetzelfde horloge en armbandje als gisteren. Clus horloge en my jewelry armbandje. Dus, we kunnen naar het werk. Oh, en ik heb een hele mooie matching ooglook gemaakt. Ik ben normaal niet zo van de matching, maar ik had heel erg zin in een... Ik weet niet of je het een beetje kan zien in dit licht. Oh, ik kan het nog even bij het raam laten zien. Dat je het zo een beetje kunt zien. Een hele mooie herfstige ooglook. Dus op naar het werk. Witte zit tegenwoordig in haar kattenbak als huis. Ja. En dit is haar. We hebben een kastje als in een kastje hebben we dat gemaakt. Alleen het luikje, daar wil ze niet doorheen. Maar verder zit ze hier dus graag. Maar daarachter is dus ook haar toilet. De heren staan even tv te kijken. Zo, ik heb mijn chillpak weer aan. We zijn thuis. Sven zijn even aan het keten. En ja, dat was een mooi werk. Er was super mooi lucht vandaag. Misschien dat ik nog wel een foto heb. En vanavond gaan we lekker niks doen, denk ik. Sven had nog een kaasje. Mag ik zeggen van je contract, Sven? En Sven die had een jaarcontract die heeft nu een contract voor een bepaald tijd gekregen. Jee! Dus dat gaan we even vieren vanavond met een beetje wijn en een lekker kaasje. En ik ga Marlijn de Dolende 30 kijken, dat vind ik echt een heerlijk programma. En ik heb net wat Sinterklaas cadeautjes binnengekregen die we hadden besteld bij Bol. Dus die ga ik morgen even inpakken. Met mijn moeder. Morgen is Sven ook vrij, dus dat is heel gezellig. Want normaal is het mijn mamadag, woensdag. Maar Sven is ook vrij, maar goed, die moet wel van alles nog doen. Ik wil eventjes naar de schoonheidsspecialist om mijn wenkbrauw te laten verven. En mijn moeder en ik gaan even naar de goudsmid. Dat is degene waar ik ook in mijn trouwring nu niet om die punt af. Ik heb na het sport iedere keer zo'n heel naar plekje hier. Dus doe ik hem na het sport ook wel eventjes... af. Nou, ik heb nu natuurlijk gisteren gesport, maar nou, ik doe hem ook sowieso vaak af als ik thuis ben. Maar niks persoonlijks. Maar goed, in ieder geval degene die ook onze trouwring heeft ontworpen. Dat is een zusje van een vriendinnetje van mij, van een collegaatje van mij. En die gaat kijken of ze ook de oude ringen van mijn oma's kan maken tot een mooi ringetje. Oh, ik zal ze wel even laten zien. Dit zijn ze. Dit is de A van Antonia, zo heette mijn oma. Dit is een gouden broche. En dan heb ik hier een oude zegelring. En dan heb ik hier nog de oude, een oude ring van de... Dit is van mijn, zeg maar, van mijn vaders kant en dit is dan van mijn moeders kant. Die heb ik nooit gekend, want die waren al overleden voordat ik er was. Maar ik moet even Niels in de gaten houden. En dit alles hoop ik te kunnen omsmelten tot een heel mooi nieuw klein subtiel ringetje. En nou, we moeten even kijken hoe en wie en wat. Ik heb een beetje op Pinterest lopen zoeken. Dit is trouwens mijn trouwring. Die kan ik nu wel even laten zien. Die heeft zij dus gemaakt. En wij hebben natuurlijk samen met haar ontworpen. Het is gewoon wit goud, zeg maar. En bij mij zitten er dan twee steentjes in. En bij Sven natuurlijk niet. Voor mij natuurlijk. En kijk, dan is hij van binnen is hij rosé goud. En dan is hij dus, loopt hij zeg maar rond. En dan aan de buitenkant is hij juist strak en mat en wit goud. En dit is de trouwring van mijn oma. En die heb ik al sowieso heel veel om. Uiteraard allemaal niet zo, hè. Ik heb het gewoon hier, zeg maar. Het trouwring van mijn oma. En die wil ik niet versmelten. Want die heb ik ooit een keer op maat laten maken. Zeg maar, want zij had veel grotere vingers. Dus die heb ik ooit een keer op maat laten maken voor mij. En dat vind ik nog steeds gewoon een heel mooi. Ja, hele mooie herinnering. Maar ik vond het ook wel leuk om ook hiermee wat te doen. Dus dat gaan we doen. Dat krijg ik van mijn ouders voor de verjaardag. Dus dat gaan we morgen doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag.
En vandaag ben ik vrij. Ik heb woensdag altijd mijn mamadag. Maar vandaag is Sven, waar is die? Sven is verstopt. Achter de bloemen. Is Sven ook vrij. Mijn moeder komt vanmiddag nog even langs. En ja, ik ga zo even sporten. Want dat kan nu, want Sven is thuis. En Niels is nu over van de melk in de ochtend naar een boterham. Dit bordje hebben we gekregen van mijn broertje en zijn vriendin. Een heel gezellig bordje. Het is van de Zara Home. En ik zit zelf even te ontbijten met yoghurt met biologische musli en een appel en banaan. En nog een glas heet water. En dan ga ik zo de sportschool. Mijn haar moet echt zo hard. Ja, mijn haar moet zo hard gewassen worden dat ik nu even een vlecht heb gedaan. Want het was een soort vogelnest. En verder vandaag. Ik ga even de taart bestellen voor Niels' verjaardag. Oh, en ik heb een fotoboek gemaakt. Dat heb ik volgens mij wel gezegd. Van zijn eerste jaar. En die is af. En die is. Ik kan hem over 2 dagen ophalen. Dus dat is perfect. Nou, is middens. Perfecte timing. En die haal ik dan gewoon tegelijk op met de taart. Want taarten bestel ik ook bij de HEMA. En ja, verder gewoon even alle huishoudelijke dingen. Gewoon Niels wandelen. Hey Niels? Lekker wandelen? Ja. Ja, zo is het. Ja. Ik zit op de fiets naar de schoonheidsspecialist. En ja, ga ik lekker plannen voor de... Nou, dit is mijn wenkbrauw before. Het valt toch wel mee nu. En mijn wimpers trouwens, want die ga ik ook doen. In prachtige Vreeswijk. En we gaan nu naar de goudsmid voor een ringetje. En we hebben een mooi zonsondergang. Een mooie zonsondergang, ja. Kijk. Naar rechts lopen. Kijk. Isn't it pretty? Kijk. Ja, dit is Vreeswijk. Ja, sfeer. Ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik bedacht me ineens dat ik na de goudsmid helemaal niet meer bij jullie terug was gekomen gisteren. Maar de goudsmid was heel leuk. Het was sowieso leuk om er weer even te zien. We hebben, ze heeft allerlei ideeën laten zien. En dat moeten we dan eventjes nu laten bezinken en even kijken. Ik had natuurlijk mijn wimpers en mijn wenkbrauw ook nog niet echt laten zien gisteren. Na de behandeling. Maar dit is het resultaat. Nu heb ik dus nog niks op. Nou ja, als je het eerdere stukje ziet, dan zie je wel echt een verschil, denk ik. Het eerdere stukje is van mijn blog. Vlog, goedemorgen. Ik zit even te ontbijten. Havermout met kiwi en er zit nog een soort gemengd fruit doorheen. En kaneel en een stukje chocola. En ondertussen ben ik een filmpje aan het kijken. En Niels ligt nog in bed. Het is inmiddels... 7:45. Goedenavond. Het is donderdagavond en ik ben alleen thuis, want Sven is naar voetbal toe. Dus dat betekent dat ik alles zelf moet doen. Ik heb al mijn joggingpak aan, zodat... Nee, ik denk dat Niels nu aan het poepen is. Zodat ik niet overal eten en zo mijn mooie werkkleding kan krijgen. Ik ben trouwens sowieso bijna altijd thuis, gewoon in chillkleren. Zeker nu met Niels. Ik heb vandaag gewerkt. En verder niet zoveel spannends beleefd. Ja. Ik ga zo lekker Niels naar bed brengen. Ik ben nu nog even een beetje aan het afruimen. Ik heb een heel simpel pastaatje gegeten. Even snel. Het is nu 6:30. Dus ik ben lekker op tijd. Moet ik zeggen dat ik een beetje op tijd weg was gegaan van mijn werkdag. Dan heb ik gewoon de rust om alles te regelen. Ik ga Niels zo lekker in bad doen. Dan ben ik een badderen. En dan naar bed. En dan hopen dat je vannacht gewoon lekker slaapt. En niet bang bent zonder ons, hè?
En Niels staat bij zijn wagentje. Zo, ik zit lekker op de bank. Mita zie je is about to sit down. En ik zit chocola te eten. Mm. En het is echt heel lekker. Het is deze. Lindt Excellence Orange Intense. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik echt niet per se heel erg hou van chocola met sinaasappel. Maar deze had mijn moeder meegenomen en die is ze vergeten volgens mij naar huis te nemen. Maar ze zei neem vooral nog een stukje. Maar hij is echt heel lekker. En het is dus terwijl ik er niet eens van hou. Het is bijna een beetje alsof er marsepein in zit. Ik zou hem zeker een keer proberen. Het is echt lekker. Oh, Mitch zit nu inmiddels. Lekker op schoot en bank hangen. Normaal zou ik nu Expeditie Robinson gaan kijken, maar Sven is er dus niet. Dus ik wacht wel eventjes. Wat ziet mijn oog er raar uit? Alsof ik er aan de ene kant nog mascara op heb. Wat niet het geval is. Normaal kijk ik het met Sven, dus ik wacht nu ook gewoon tot hij thuis is. En of ik zet hem even op pauze? Nee, dat ga ik trouwens niet doen, want ik ga Chantal blijven slapen kijken. Want dat vind ik echt een heerlijk programma. Dus dat ga ik kijken en dan kijken Sven en ik later eventjes Expeditie terug. Dus ja, ik wens jullie een hele fijne avond en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, filmpje kijken, opmaken, eten, alles tegelijk. Tada! Goedenavond, het is vrijdagavond en ik ben, zoals je kunt zien, naar de kapper geweest. Daar liep ik al een stukje van zien, volgens mij, in het filmpje. En het is weekend, yay! En we zijn even nog aan het spelen en Niels gaat zo naar bed. Hij is wat later moe dan normaal, want het is nu 7:55. En normaal gaat hij dan nu al, ligt hij al lang op één oor, maar hij is er helemaal klaar voor. En verder niet zoveel. We hebben even lekker gegeten. Het is Black Friday, dus ik heb even bij Stradivarius. Dit was een close call. Wijntje aan het drinken. En het weekend in aan het leiden. Ik heb even de keuken een beetje opgeruimd. En Sinterklaas cadeautjes werden bezorgd. Dus vandaar al een papierpret. Ik denk dat hoor ik. En morgen heb ik een verjaardag van een heel goed vriendinnetje van mij. Die wordt 30. Dus tegelijk met Niels trouwens. Maar ze viert het. Oh, ik kan het zelf niet verstaan. Maar maak ik ook even weg. Ze is tegelijkjarig met Niels. Allebei op 30 november. Zij viert het op zaterdag en Niels verjaardag viert op zondag. Dus het wordt een heel leuk weekend. En ik neem jullie weer mee. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik ben klaar om te sporten. Ik heb nu dus wel mijn hennisbroek aan. Oh, ga je zien? Ja. Ik heb alvast even wat Sinterklaaskruidje ingepakt. Het is een zooi, want Niels heeft net gespeeld. Maar dat komt zo wel weer. Dit is wel raar licht, hè? Ik heb net even Sinterklaas cadeautje ingepakt. En ik ga dus nu even sporten. En daarna zitten we te twijfelen of we nog even met Niels naar de kapper gaan. Want morgen is een verjaardagsfeestje, part 1. Maar dat weten we nog niet helemaal. En verder, Sven is nu even met hem wandelen. Want hij was al heel moe, hij was vroeg wakker. Maar hij zit weer door vannacht. Yes! Maar hij is even met hem wandelen, omdat hij al moe was en eigenlijk nog geen bed uit was. Dus we dachten dan toch maar even een stukje wandelen. Ik ga dus dan nu even sporten en als ik dan terugkom even douchen en zo. En dan gaan we eventjes richting de Twijnstraat. Dat is hier een straat in Utrecht. En daar zit een Ecoplaza waar we even heen willen. We hebben nog tweede taart gratis. We dachten dat is ook wel leuk om te doen. En daar zit dus ook een kinderkapper schijnbaar. Dus gaan we even doen. En ik neem jullie weer mee vandaag. Een aantal collega's die wegvielen. Dus dat is van de uitgesteld. Ik ga nog even speelgoed gaan. Ja, hier is het eerste broodje kaas. Ever. Ik smaak dit het wel lekker. Ja.
Zo, boodschappen gedaan. Zo, ik ben thuis helemaal alleen. Sven is net Niels gaan brengen naar mijn ouders, waar Niels slaapt vanavond. En Sven gaat naar zijn ouders. Oh, ik lijk heel groot. Ik heb het ook wel een beetje warm. Gaat naar zijn ouders, waar hij een verjaardag heeft en daarna nog met vrienden heeft afgesproken. Maar goed, zijn ouders hebben diezelfde verjaardag, dus het leek ons niet handig om Niels daarmee naartoe te nemen. Ook omdat morgen zijn eigen feestje is en hij wel even goed moet slapen en niet 's nachts nog verplaatst moet worden. Dus ik ben home alone en ik ga zo even douchen, mijn haren wassen, omdat ik gisteren naar de kapper ben geweest. Maar ik wil het toch eventjes zelf doen. Ik ben trouwens naar de Graduates geweest. Ik weet helemaal niet of ik kan zeggen, dat is mijn vaste kapper. En ik ben op zich wel goed geknipt. Word ik altijd wel daar. Ik heb er zelf nog even een slagje in gemaakt vanmorgen. Maar dit was niet de beste die ik heb gehad tot nu toe. Maar goed, ik kom er al jaren, ik ben altijd tevreden. Ik ga zo lekker douchen, eventjes niks doen. Ik moet wel nog een beetje het huis opruimen voor morgen, want morgen natuurlijk Niels een feestje. En ik heb dit alvast gemaakt. Slinger zit aan mijn sokken. Happy birthday, cute boy. Cute boy was nog een onderdeel van de geboorteslinger, dus ik dacht dat gaat prima zo. En dan Niels 1 jaar. En dat hangt dan op de ramen. En dan misschien nog wat slingers en zo. Maar goed, dat doe ik allemaal morgen ophangen, want met mittens dat zie ik niet gebeuren. Maar ik moet nog een klein beetje opruimen, want het is een beetje een zooitje hier. Sinterklaascadeautje ingepakt. Oh, het is nu... Oh, het is 5 uur en ik moet om iets voor 8:30 de deur uit. Dus heerlijk. Even een momentje voor mezelf. Mag je ook wel eens van genieten. Zo, dit wordt mijn eten. En hier zit kip in. En dit is een soort van versimpelde versie van de regenboog. Groente met kip. En ik heb nu de oven aangezet. En dan ga ik nu even lekker douchen. En dan ga ik het daarna eten. En ik heb nog een hele stomme fout gemaakt. Ik kan het altijd even lekker delen. Oh, sorry voor de harde muziek trouwens. Ik ga even los in mijn eentje. Ik had taart besteld voor Niels' verjaardag. Voor morgen. Die ga ik morgen ophalen. Maar ook voor volgende week. Bij Sven's ouders. Dus in Zwolle. Toen werd ik net gebeld door de HEMA in Zwolle. Hallo mevrouw, komt u uw taart niet ophalen? Nee. Heb ik hem dus op de verkeerde dag besteld. Oeps, dus nou ligt er een taart van Niels te verpieteren. Wel super lief, want ik krijg het gat van de andere twee taarten terug. Want ik had ook nog gewone taarten besteld. Dus dat is echt super lief. Ja, die kunnen ze natuurlijk nog gewoon verkopen. Alleen, ja, die taart van Niels niet... Logisch, dat zou ook heel raar zijn als ze dat wel zouden doen. Maar super lief dat ik in ieder geval dat geld terugkrijg. Het is echt zo stom. Ik snap niet wat er is misgegaan. Ik denk dat hij is blijven hangen zeg maar, van de bestelling daarvoor. En dat het daar iets niet zit. Nou, goed, doet er verder niet toe. Maar we kunnen hem nog ophalen. Dus ik heb tegen mijn schoonmoeder gezegd, als je nog zit op een taart, anders kunnen we hem invriezen misschien voor volgende week. Dus ze gaat even kijken of ze nog redden om te halen. Maar goed, ik ga in ieder geval nu douchen. Hoppa! Ik ga de deur uit en ik vergeet bijna mijn auto te laten zien. Maar je kan hem nu al heel lastig zien. Maar ik heb een zwart jurkje aan. Nou, ik heb er nu mijn jas overheen. Ik heb mijn overknee laarzen aan. En het jurkje, oh, je kan het echt heel slecht zien. Het jurkje heeft een kolletje en 3/4 mouw. Maar als ik nu weer allemaal uit ga trekken, dan ben ik te laat. Dus ik zou zeggen, ik wens jullie een hele fijne avond. Ik heb mijn oordoppen ook al in. Er zit nog geen muziek in, maar ik ga hollen. Goedemorgen, het is zondag. En ik ben home alone. Hé, wat lekker. Ik was dus gisteravond naar een verjaardag toe. Sven had een andere verjaardag, maar dan in Zwolle. En Niels slaapt bij mijn ouders. Dus ik werd wakker, wel helaas een beetje vroeg. Want ik was om 2:30 thuis en om 8:30 was ik klaar wakker. Of tenminste, ik was niet klaar wakker, maar ik kon niet meer slapen. Dat is een beetje, ja, dat is natuurlijk al een stuk later dan dat ik normaal opsta. Dus het is een beetje, nou goed. Maar toen dacht ik ook, weet je, geniet er gewoon van. Je hebt gewoon even een momentje voor jezelf. Ik ga een beetje het huis versieren. Ik moet straks even naar de HEMA om de taart op te halen. Ja, eigenlijk, de verjaardag is trouwens heel leuk. En het is zo stom dat ik mijn outfit ben vergeten te filmen. Het was een jurkje van Pull & Bear en ik vond hem echt heel fijn. Ik werd er heel blij van.
En heel relaxed. Ik was samen met mijn beste vriendinnetje. Die woont ook in Utrecht. En het feest was in Amsterdam. En haar vriendje was zo lief om ons op een gegeven moment op te halen. Dus dat was echt ideaal. Die heeft me vervolgens hier bij de stalling onder het station afgezet. Want ik moest wel mijn fiets hebben. Want ik dacht, eerst dacht ik, nee, dan weet je, dat komt wel. Maar toen dacht ik, nee, dat is echt helemaal niet handig. Want ik moet morgenochtend natuurlijk die taarten gaan halen. En zo. Dus dat. Ik heb net het bed afgehaald. Ik doe op zondag altijd alle bedden goed wassen. Hier hangt, deze hangt aan het raam om eventjes te luchten. En ik heb een heel mooi nieuw dekbedovertrek gekregen van een winkel. En ja, dat komt wel online, dat ga je wel online zien verschijnen als de winkel online komt. Want ze zijn nog nieuw. Dus dat zie je dan tegen die tijd. Maar ik denk wel dat ik daar mijn bed nu mee ga opmaken. Want het is heel lekker, zacht en zo. Dus dat ga ik dan zo eventjes doen. Een beetje versieren. Verder niet zoveel spannends. Het is trouwens wel super jammer, want er zijn echt wel een aantal zieken. Waaronder Niels, nou, het is feitelijk achterneefje, want het is het zoontje van mijn nicht. Maar zowel mijn, nou zeg maar, haar vriend als mijn neef, achterneefje zijn ziek. Dus zij moet ook voor hen zorgen, dus zij komt ook niet. Een vriendinnetje is ziek. Een ander vriendinnetje, daar had ik natuurlijk gisteren verjaardag van, dus ik vermoed dat die te brak is. Dus laten we snel taart gaan kopen. Niels opgehaald. Dat wil zeggen de taart. Nu weer naar huis. Zo, stoel is versierd. En we hebben slingers opgehangen. Nou, Sven. Niels is nog even bij mijn ouders, want die ligt nog even te slapen. Perfecte timing. Hij ligt er nu een klein half uurtje in. Het is nu 14:45, dus dan om 14:45 ongeveer wordt hij dan wakker. Om 15:00 begint het feest. Sharp getimed. Nu gaan we gewoon nog even lekker relaxen. Het feestje is achter de rug. Het was een heel geslaagd feest. Het was heel gezellig. Niels wist niet wat hem overkwam. Maar hij heeft hele leuke cadeautjes gekregen. Ik zal ze even laten zien. Nu zitten we al een tijdje gewoon lekker op de bank. Je ziet me dus vrij vaak zonder make-up. Omdat ik thuis gewoon helemaal vaak zonder make-up ben. Ik zal even de cadeautjes laten zien. Als eerste deze. Het is echt een fantastische, hij is heel groot. Kijk, dit is mijn hand. Auto, en er zitten dan nog autootjes in die je er zo uit kan halen met zo'n klepje hier. Die heeft hij van mijn ouders gekregen. Dan, even kijken. Van mijn nichtje. Maar een aantal mensen ziek, dus dat was jammer. Maar ik mocht de pret niet drukken. Van mijn nichtje dit. Dit is een... Oh, er zit nu van alles bij, maar het is Duplo. Maar daar kan je dus hamburgers van maken. Superleuk, voor in je keukentje. En dit is ook een dienblad. En dan deze, rupsje nooit genoeg, maar dan in het Engels, de Very Hungry Caterpillar. Superleuk. In het Engels, omdat het, de vrouw van mijn neef is, dus mijn... aangetrouwde nicht, zeg maar, is Amerikaans. En dan van mijn broertje deze luiaard. Super grappige knuffel. Gezellig. En dan dit handschaapje van mijn tante. Dus daar kan je je hand, zeg maar, in doen. En dan zelf had ik nog dit besteld bij mijn Amerikaanse familie. Kijk. Oh. Daar komt binnenkort wel een artikel over. Oh, en ik heb dus dit fotoboek gemaakt. Van Niels' eerste jaar. Kijk, het begint in de buik. Superleuk. En het is nu rond 9:15. Net een lekker schoon bedje. Bed even opgemaakt. Dus we gaan gewoon lekker nu... even in bed een boekje lezen. En dan op tijd naar bed, want ik heb niet heel veel geslapen vannacht. En Sven ook niet. Dus
Ja, zie ik jullie. Hey, het was alweer zondag. Het was alweer mijn tweede weekvlog. Nou, ik heb, als ik dit zie, heb ik nog niet jullie reacties op mijn eerste weekvlog gezien. Ik heb hem net namelijk pas afgemaakt. Het was echt enorm werk. Zal je de details besparen. Maar dus ik weet nog niet wat jullie ervan vonden. Maar ik zit er aan te denken om er weekendvlogs van te maken. Omdat het toch door de week niet heel spectaculair is. Dus laat even weten wat jullie daarvan vinden. En nou ja, ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus ik wil het wel proberen te blijven doen. En er komen ook alleen maar leuke tijden aan met kerst en zo. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En als je dit 's avonds kijkt, slaap lekker. Als je dit 's ochtends kijkt, goedemorgen. En ik wens jullie een hele fijne dag, nacht, avond, waar ook even. En ik zie jullie snel. Doeg!